Op 25 maart 1945, het feest van Maria Boodschap en precies 600 jaar na het mirakel van Amsterdam, verscheen de heilige maagd Maria aan Ida Peerdeman. Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden. Ida stond in haar lange leven slechts twee keer de pers te woord. De eerste maal was voor de KRO. Ida was 90 jaar oud toen ze weer met een journalist sprak. Achteraf schrok ze er zelf van wat ze allemaal aan verslaggever Mohamed Elvers verteld had. Maar als u maar niet alsjeblieft mijn naam noemt of wat over mij, want dan is het mis. Ik mag dat natuurlijk niet. Kort voor de dood van de hoogbejaarde zieneres mocht zij nog kerkelijke goedkeuring beleven. Wij verschillen waarin we geloven in de persoon van Christus die voor ons belangrijker is. De Godmens, de mens, het mens geworden woord van God en voor u de profeet, een profeet. Maar in Maria, zijn moeder, zijn er weer heel veel raakpunten. Ik geloof dat de Koran, als ik het goed heb, en de Bijbel beide Maria beschrijven als vrouw uitverkoren boven alle mensen. Dat staat letterlijk zowel in de Bijbel als in de Koran. Wij eren haar beide als de totaal schone, de zuivere. Wij noemen dat in de katholieke kerk de Immaculata, de onbevlekte, de enige vrouw die totaal van de zonde vrijgebleven is. We eren haar ook beide als de moeder van de gelovigen, de moeder van de mensen. En de moeder, moslims en christenen ontmoeten elkaar ook in Efese in Turkije, waar voor om naar ons beider overtuiging en ook op wetenschappelijke gronden Maria haar laatste jaren in het huisje in Efese heeft doorgebracht. Deshalb sagte Gottesmutter einmal hier in Amsterdam einen so überraschenden Satz. Sie sagt nur, wisst ihr, was ihr in Händen hält? Wisst ihr, was ihr in Händen hält? Das heißt also, welche Bedeutung das haben muss. Wenn wir tun, was sie sagt. Bischof Bünd hat heute gesagt, ein Kana ist doch auch heute noch möglich. Awesome.